Ja, de cellen van Pythagoras. En als je daar niet bij stilstaat, dan ga je misschien de driehoek tekenen en dan opmeten. Maar er staat bereken. Dus zelfs al staat het niet bij gebruik Pythagoras, er staat wel bij bereken. Dus je zult het uit moeten rekenen. En ja, je bent bezig met Pythagoras, dus dan weet je eigenlijk al dat Pythagoras moet zijn. Hoe teken je ook alweer deze punten in een assenstelsel? Nou, het eerste is altijd horizontaal, het tweede is verticaal. Nou, min 3 moet dus horizontaal passen, maar ook 1 en ook 1. Dus hij moet in ieder geval de as van min 3 tot 1 lopen. Verticaal moet in ieder geval 1 erop passen, pardon, 1 erop passen, min 1 en 5. Dus zeg maar tussen min 1 en 5, dan heb je ze allemaal te pakken. Nou, dan gaan we de punten erin zetten. Dan kun je dus gaan tekenen. En ik laat hier de 5, de 3 en dat soort dingen laat ik allemaal weg. Want anders wordt het een heel vol plaatje en is het voor jullie bijna niet te zien. Maar jullie moeten dat wel doen, verwacht ik. Nou, a is min 3,1. Min 3,1. Dat is a. Dan heb je b. Dat is 1, min 1. Dus dat is 1 opzij. En dan min 1 zo laag. Dus daar zit de b. Dan hebben we c. Dat is 1,5. Dat is dus 1 opzij. En dan 5 omhoog. Daar zit c. Nou, en wat je bij de omtrek van een driehoek altijd moet doen, of bij de omtrek van zo'n figuur, en je moet Pythagoras gaan gebruiken, dan moet je er altijd een rechthoek omheen tekenen, of stukken van een rechthoek. Waarom? In een rechthoek, daar zitten de rechthoekige driehoeken ook, daar zitten rechte hoeken in. Dus door hier nu een rechthoek omheen te tekenen, en hoe doe je dat nu? Nou, ik pak even een stippellijn erbij. Zo. Door hier nu een rechthoek omheen te tekenen, dan pak je dit punt en dan ga je opzij tot je op de hoogte bent van de andere punt. Dan ga je naar beneden en doe je weer hetzelfde met deze. Je gaat door tot je op de hoogte van B bent. Dan ga je weer opzij. En deze lijn staat er al, hè, dus dat is fijn. Zo, ik heb even plaats gemaakt. En met dat ik plaats aan het maken was, zag ik, oh, ik ben die rechte hoekjes vergeten erin te zetten. Nou, de omtrek van de rode driehoek, van driehoek ABC, is dus BC plus AB plus AC. Nou, BC is 2, 4, 6. En je gaat er even vanuit dat één hokje 1 centimeter is. Want het staat op berekening in centimeter. Dus dan is dit 6 centimeter. Nu moeten we dus nog AC gaan uitrekenen. En hoe vinden we die nu? Nou, dan maken we gebruik van deze driehoek. Maar dan moeten er wel letters bij. Dus je moet nog letters bij je rechthoek gaan zetten. Nou, sorry. Welke letters zijn nu handig? Nou, meestal worden dan P en Q ook gebruikt. Want A, B en C heb je al. En dan ga je meestal verder met P, Q, R, S en dan wat je nodig hebt. Dus ik zou zelf, ja, ik denk dat ik hier de P zou zetten. Maar ik zie nu in de antwoord dat zij het anders hebben gedaan. Zij hebben hier de Q gezet. Dus dan zet ik daar ook de Q. Anders is het verwarrend met de antwoorden. Ik zou eerder hier de P hebben gezet dan B, C, Q. Dat zou ik hebben gedaan. Maar het effect is hetzelfde. Dus ik laat het gewoon zo even zien hoe je het nu doet door gewoon P en Q zo te kiezen. Want dan zo staat het ook in jullie antwoorden. Maar hier had ik dus ook T en U mogen zetten. Of K en L of M en N. Ik had die letters zelf mogen kiezen. Als het maar niet A, B of C is. Nu gaan we deze zijdes ook uitrekenen en dan bij elkaar optellen. Nou, je moet nu, en dat doet het nakijkboekje niet, en ik verwacht dat jullie dat wel moeten doen. Je gaat in die driehoek ga je rekenen. En als je in deze driehoek zo gaat rekenen aan deze driehoeken, zitten meer driehoeken in. Dus je moet wel even aangeven om welke driehoek het gaat. Dus mijn leerling moet opschrijven in driehoek Q en dan BA is hoek. Even kijken welke het is. Q gelijk aan 90 graden. Dus. Ja, dus geldt Pythagoras. En die ga je dan opschrijven voor deze driehoek. Dus dat is de ene rechthoekzijde in het kwadraat. Dus dat is BQ in het kwadraat. Plus AQ in het kwadraat, zo, is gelijk aan AB in het kwadraat. Is gelijk aan AB in het kwadraat. Dus BQ in het kwadraat plus AQ in het kwadraat is AB in het kwadraat. Nou, nu ga je het invullen. Wat weet je nu? 1, 2, 3, 4. Dus deze is 4 kwadraat. De AQ zijn er 2. Dus dit is plus 2 in het kwadraat. Is gelijk aan AB kwadraat. Dan laat ik het mijn leerlingen omdraaien. Ik denk dat jullie misschien van jullie docent gewoon in één keer zelfs op mogen schrijven AB kwadraat. Ook 32 is die andere. Is dat nog? Keek scheef.
Dat jullie meteen mogen opschrijven AB kwadraat is 20, dat denk ik. Maar dat weet ik niet zeker, dan moet je even vragen aan je docenten. Mijn leerlingen vinden het fijner om het eerst om te draaien. Dat heb je eigenlijk zo gedaan, kost bijna geen extra tijd. En dan ervan te maken AB kwadraat is 20. Waarom 16 plus 4 is 20? Ja, dan is dus AB gelijk aan de wortel uit 20. Ga die niet uitrekenen, want je bent nog niet klaar met de som hierna. Dus laat de wortels zo lang mogelijk staan. En wat doe je dan? Nou, dan hebben we dus deze, hebben we eigenlijk, momentje hoor, zo, oh, dan gaat hij alles doen, dat geeft niet, los ik zo wel op. Zo, ik heb hem even iets kleiner gemaakt, dan heb ik straks meer plaats. En wat hebben we nu, zeg maar, gevonden? We hebben nu AB gevonden. En AB is dus wortel 20, die hebben we gevonden. Nou, dan zet ik even mijn gum op dikke. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we die laatste zijde van die driehoek uitrekenen. En hoe doe je dat nu? Ja, weer op exact dezelfde wijze. Dus je gaat eerst weer benoemen om welke driehoek het gaat. Nou, we gaan in deze driehoek gaan we rekenen. In deze driehoek gaan we rekenen. Dus dan krijg je in driehoek en dan ACP. ACP is hoek P gelijk aan 90 graden. Ik zet altijd, oh, dat is wel heel apart, hè? Ik zet altijd zo een boogje erin, want anders lijkt het net een L voor sommigen als ik het schrijf. Dus daarom doe ik het altijd. Is 90 graden, dus, ja, dus geldt Pythagoras. En hoe zit dat nu? Nou, AC is de schuine zijde, dus AP in het kwadraat plus CP in het kwadraat is gelijk aan AC in het kwadraat. Dan gaan we invullen. AP die is 1, 2, 3, 4 hokjes. Dus dat is 4 kwadraat. CP is 1, 2, 3, 4 hokjes. Dus is ook 4 kwadraat. Is gelijk aan AC kwadraat. En ik laat het dan mijn leerlingen omdraaien. Maar kijk maar of je dat wil, hè? Want misschien mag jij van je docent meteen opschrijven. Deze regel AC kwadraat is 32. Ja, dan is dus AC de wortel uit 32. En die zet ik er ook bij. Wortel 32. Nu kan ik de omtrek uitrekenen. En nu, zo, kan ik de omtrek uitrekenen. En de omtrek, die vind je door alle zijden bij elkaar op te tellen, hè? Want de omtrek is er omheen. We hebben nu dus de omtrek van driehoek ABC. Omtrek driehoek ABC is dus gelijk aan. Nou, dan krijg je wortel 20 plus wortel 32. En let op, vergeet die plus 6 niet, hè? Want die hokjes tellen ook mee. En als je dit uitrekent, dan kom je uit op 16,1 centimeter. Want we waren met centimeters bezig en je moest afronden op 1 decimaal. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ik hoop het echt. Bedankt voor het kijken. En tot het volgende filmpje. Doei!